Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. De herfst raakt steeds meer op toeren en dat betekent wind, wolken en buien. Op deze foto zien we de wind al wel een beetje aan de schuimkoppen boven het water, maar er is nog zon en van neerslag is nog geen sprake. Maar als we naar de satellietfoto kijken, dan zien we dat er vanuit het westen wel buien onze kant op komen. Althans, we zien de bewolking liggen boven het oosten van Engeland en we zien tegelijkertijd dat die wolken. In oostelijke richting bewegen. In de middag trokken ze over Nederland met windstoten van meer dan 90 km per uur. En de wind speelt sowieso een belangrijke rol de komende 24 tot 36 uur. Vooral in het Waddengebied waait het af en toe stormachtig met windkracht 8, langs de westkust windkracht 7 en verder landinwaarts is het dan iets rustiger met de wind. Maar ook daar kan de wind van tijd tot tijd nog best even merkbaar zijn. Nou, niet alleen wind, ook het weerbeeld is wisselvallig. Met in de avond nog buien, de meeste in het noorden en noordoosten van het land. Verder naar het zuiden wordt het wat droger en wordt het ook wat rustiger met de wind. Langs de kust blijft het als gezegd wel waaien. Vanavond temperaturen van een graad of 9, vannacht daalt het kwikland inwaarts tot zo'n 6 graden. De meeste plaatsen in het binnenland droog, in het noorden nog wel een enkele bui. Wind blijft onveranderd stevig doorwaaien. Ook morgen overdag, met in de ochtend een paar buien. En in het zuiden dan overwegend droog weer. Hier en daar een beetje zon. In de middag gaat het van het zuidwesten uit op meer plaatsen regenen. En dan hebben we temperaturen van 10 tot 12 graden. De zondag. Een dag met veel bewolking en perioden met regen. Maar in het zuiden is het minder nat. Misschien schijnt daar eventjes de zon. Verder is het zacht. 12 tot 14 graden. En ook na het weekeinde hoge temperaturen. Met maandag niet te veel regen, maar helemaal droog zal het niet zijn. En de zon heeft weinig ruimte. Dinsdag is het opnieuw nat en van tijd tot tijd staat er ook nog eens veel wind. De temperatuur gaat na het midden van de volgende week langzaam wat omlaag. En dat gaat samen met een enigszins tot rust komende atmosfeer. De wind speelt een minder belangrijke rol. En de neerslaghoeveelheden worden in elk geval minder groot. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.